Hallo iedereen, dit is Sashish Mathura weer met een video. En vandaag wil ik het hebben over het waarderen van je eigen leven en de waarde ook inzien van je eigen leven. Nou, wat bedoel ik daarmee? Kijk, het mensenleven kan je op verschillende manieren meten. Maar de makkelijkste manier is met tijd. Want wanneer iemand geboren wordt, dan zeggen we hij is op die dag en rond die tijd geboren. En wanneer iemand komt te overlijden, dan zeggen wij hij is op die dag overleden en rond die tijd is hij overleden. Dus dan heb je een beginpunt en een eindpunt gemeten in tijd. In jaren, maanden, dagen en minuten. En dan nu komt het. Deze tijd, jouw levensjaren, jouw leven, kan je weer omzetten in andere dingen. Een voorbeeld, geld. Als je geld wilt verdienen, moet je sowieso arbeid verrichten. Je moet moeite doen. Je moet er energie in stoppen. Maar je moet ook een stukje van je leven, tijd dat niet terugkomt, dat moet jij erin stoppen om het om te zetten in euro's of SRD's of US dollars of zo. Dus geld is ook leven. Kennis, om kennis te vergaren, om iets te leren, of het nou lezen is of kijken, bestuderen of wat dan ook is, of luisteren naar anderen is, het kost jouw leven om dat tot je te nemen. Sowieso tijd, sowieso energie, sowieso arbeid moet je verrichten, maar het kost jouw leven om dat te verkrijgen. Alles wat je doet, kost een stukje van je leven. Wanneer je iets aan het doen bent voor jezelf, ben je een stukje van je leven aan het geven aan jezelf. Wanneer je wat aan het doen bent voor anderen, ben je een stukje van je leven aan het geven aan anderen. Of het nou is in de vorm van geld, kennis, liefde, aandacht. Wat het is een stukje van jezelf dat je aan het geven bent. En nu komt het. Waardeer jij wat je bent? Die levensjaren, dat stukje leven. Waardeer je dat van jezelf? Want als jij dat niet kunt waarderen van jezelf, dan kun je niet verwachten van een ander om het ook te waarderen. En als jij het eenmaal waardeert, wanneer je eenmaal de waarde ziet van jouw eigen leven en die stukjes waaruit jouw leven bestaat, dan kun je erop letten, dan kun je beginnen te beseffen en inzien of anderen jouw leven ook waarderen of niet. De tijd die je aan ze geeft, de liefde die je aan ze geeft, die aandacht die je aan ze geeft, waarderen ze dat wel? Ja of nee? Ja, ik kan dat niet zeggen voor je, dat kan alleen jij weten. Wanneer je bezig bent een stukje van je leven te geven aan anderen en er is een wisselwerking en jij krijgt ook wat terug en daardoor krijg je voldoening, dan is dat mooi. Zo hoort het. En dat wens ik je ook. Maar helaas is het ook zo dat wanneer je bezig bent je tijd, je energie en dus een stukje van je leven te geven aan anderen, dat het lijkt alsof het in een bodemloze put terechtkomt en dat het niet een wisselwerking is. En dan is het aan jou om dat te herkennen. En om goed na te gaan van, is deze situatie nou goed voor mij? Is deze persoon of zijn deze mensen goed voor mij, ja of nee? Een ander kan dat niet bepalen voor je. Dat is iets dat je voor jezelf moet gaan nagaan. Je moet erover gaan nadenken. Doen aan zelfreflectie. En dan komen tot een conclusie en een beslissing nemen. Jij moet voor jezelf nagaan waarin jij je tijd wilt steken. Niemand kan het voor je bepalen, alleen jij kunt dat bepalen voor jezelf. Doe dat bewust met waardering voor je eigen leven. En op die manier ga je kunnen weten van wacht even, die is het waard en die is het niet waard. Deze situatie is het waard en deze situatie is het niet waard. Heb waardering voor je eigen leven. Dat is het enige wat ik kan zeggen voor vandaag. Rauw.